nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben nu weer in Zelda Blade 20 en offscreen heb ik eventjes een Nederlander gedaan. Want in de vorige aflevering hebben we een bouwaflevering gehad. En hebben we dus zeg maar een kleine farm gemaakt. De pompoenen zijn al goed aan het groeien. Ik heb hier eventjes wat extra dingen geplaatst voor wat extra te maken. Omdat we vandaag de jungle ingaan, heb ik shine potions bij me. Ik heb spelanken potions bij me. Deze doen we nog heel eventjes in die mushroom dinges daar in de elevator. Deze kunnen we verkopen, want die zijn nodig. En ik heb even hello bars, want het is tijd voor een upgrade. Hoe is iedereen's weekend geweest? Heeft u er een leuk weekend gehad? Ik hoop het wel, want mijn weekend was awesome. Weer leuke mensen ontmoeten en alles. Dus goed, het is dus tijd. Jammer genoeg, ik weet het. Heel veel vinden het jammer. Ik vond hem ook heel erg leuk. Ik kom zeker op de flashback huis. Maar het is tijd voor een zwaard upgrade. En de eerste die we nou dus zeg maar kunnen maken, omdat we geen drops hebben gehad of iets. En nog geen solar eclipse. Is dus de Excalibur, die dus later ook nog heel erg belangrijk gaat worden. Dus ik neem die Excalibur. We krijgen gewoon een default one. Flame. En die gaat dus onze V-saber vervangen. Verder wil ik ook heel eventjes weer iets met pijl en boog doen. Dus dan heb ik eventjes zin in een hallowed repeater. Een annoying. Typisch. En die kan dus zeg maar pijlen schieten. Daarvoor heb ik ook pijlen in mijn ammo slot. En dat is zeker een handig wapen. Nou, laten we eens heel eventjes gaan kijken of ik iets met die wapens kan om eventjes te reforgen. Dat zou heel erg fijn zijn. Wat? Oké, nou deze die is annoying. Dus die heeft even onze top priority. Awful. Forceful. Knockback die helpt niet echt daarbij. Dus hurtful. Extra damage. Doe ik mee. Ik bedoel, ja, het is niet ons meewapen. Dus oké, de Excalibur. Kan ik daar nog iets leuks mee? Sharp. 15% extra damage. 71. 59. Oké. Volgens mij is deze niet volledig. Oh, hij is wel volledig automatisch. Oké. Dat is goed. Oké, hij geeft niet het spannende wow sound effect anymore. Maar dat maakt niet uit. Oké, dus even kijken. Deze die kan dan hierin. Jij was geliefd, je was gewild, we gaan je missen. Nou ja, ik heb mijn banana ranks ook nog, dus dat is ook altijd heel erg handig. Dat is goed. Hebben we nog meer? Ja, ik wou eventjes die hallo bars heel eventjes nog terugstoppen. In de resources. En dan wil ik nu heel eventjes iets verkopen. En jij bent de questgast met vissen. Daar komen we later nog wel een keer op vissen. Ja, de War Axe, die mogen we ook verkopen. Want we hebben nou de Sharp Pick XX. Die ook werkt als een bel. Dus vandaar dat we dus zeg maar die niet meer nodig hebben. Oké, nou safety first. Eventjes al onze geld netjes even veilig stekken. Hier in onze secret money chest. Oh, ik had nog achterna. Ik heb veel meer geld dan wat ik dacht. Oké, quick stack. Hier hebben we ook onze hard mode stuff. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. En dan gaan we dus zeg maar richting de jungle. Nou, zoals ik al zei, de jungle die kan heel erg gevaarlijk zijn. In hard mode, er zitten heel veel sterke vijanden. Voornamelijk de turtle die heel erg gevaarlijk is. Dus, mag ik wel eventjes... Ik heb geen toortjes. Ik heb geen toortjes. Wat? Weten jullie niet hoe belangrijk toortjes zijn? Jullie weten hoe belangrijk toortjes zijn. Oké, nou, laten we er 33 zo pakken. Dan kan ik even 3. Als het goed is, maak ik er nou precies 99. Mooi. Nou hebben we toortjes. Nou ben ik blij. Nou ben ik een blij konijntje. Wij gaan op avontuur! Oké, nou. Kan ik ook heel eventjes kijken hoe dat underground mushroom biome ondertussen er nou uitziet? Falling down the wall. Falling down the elevator. Oh, hij is nog steeds niet goed gegroeid. Oké, nou ik heb nog 7 mushroom seeds, dus we kunnen er weer een heleboel bij planten. Oh, dude. Oh boy. Oh, zoveel mushroom dudes. Planten. Planten. Oké, goed. Oké, repeat tijd. Sterf, allemaal. Jullie moeten allemaal dood. Oké. Jij bent dood. Oké, goed. Auw. Maar je kijkt hem helft, man. Even een seconde in een mushroom bij hem. Oh boy. Dit is linkersoep. Dit wordt nog veel gevaarlijker als dit dadelijk helemaal. Ga jij eens even zo. Dit wordt nog veel gevaarlijker. Nou, dus dit is zeg maar de repeater. En die schiet best wel snel zijn pijlen af. En het doet een decent amount of damage. Ben jij alweer teruggeplant? Ga weg. Ik wil niet dood, ja? Oké, nou, we hebben die dingen geplant. Dan zijn we nog niet eens in een... Weet je wat, dit gaat sneller. Wacht even, dit gaat sneller. Oep. En dan zitten we nog niet eens in de jungle. Dit gaat problematisch worden. Ik wil eigenlijk eventjes die crystal bullets wil ik voor bazen bewaren. Dus, nou ik toch heel eventjes terug ben, kan ik deze gelijk heel eventjes hier stacken. Oh ja. 99. Zo. Dan zijn er dan ook weer 999. Heb ik nog musket bullets voor een gewone geweer? Ik heb geen gewone geweer. Ik heb alleen maar een super mega shark. Zal ik gaan voor? Nee, ik denk dat we goed zijn. Ik bedoel, we willen op avontuur en ik zit nu ondertussen 5 minuten jullie tijd te doen met niks. En ik wil...
Ik wil! Ik weet niet wat, maar ik wil het! Dus wij gaan op zoek naar de... Dit is toch de weg wel naar de jungle, hè? Niet dat ik helemaal... Nee, dat is de weg naar de jungle. Ik heb zoveel werelden, maar dat de jungle aan de andere kant zit, dat ik automatisch helemaal verkeerd ga lopen. Zo grappig is het eigenlijk niet. Ah, de mini shark is leeg. Klik, 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 klik. Waarom heb ik hem dan in mijn inventory? Al de dingen. Al de dingen die we zouden kunnen doen. En ik loop hier zinloos rond te lopen. Nou ja, het is weer dag. Nog steeds geen solar eclipse, jammer genoeg. Solar eclipse gebeurt natuurlijk overdag. We hebben er geen geluk mee. Dude, ga weg. Je bent irritant. Je bent vervelend. Je bent saai. Nou, de dingen die we dus in de jungle nodig hebben is... We moeten vinden Glorified. Ja, ik zou ook voor titanium gaan. Maar ik wil eigenlijk nou een beetje eerst de jungle gaan exploren. Ik weet het, jongens. Het spijt me. Met titanium. Abraham, de traveling merchant. Oh. Die kan ook goede dingen verkopen. Dan moet ik kijken wat hij heeft. Oh. Moet ik het eerst zien? Oh ja. Waarom sta je op mijn dak? Oké, nou, waar heb je? Tiger skin. Mysterious cape. Mysterieus. Ja, ben ik daarvoor teruggekomen? Serieus? Oh. Ik ben terug bij jullie als ik in de jungle ben. Dus het duurt veel te lang. Oh, hi. Nou, jij weet ook gelijk een party binnen te vallen. Jongens. Oh, frick. Oh, man. Zoveel damage al gelijk in het... Kom hier. Kom hier. Ik weet dat de jungle gevaarlijk is, maar dit is gewoon ridiculous. Ridiculous, zeg ik jullie. Oké, nou weet je wat, ik gebruik gewoon even een health potion. Ga je dood. Dankjewel. En dan zijn we nog niet eens de sterkste vijanden eigenlijk hier tegenkomen. Nou, waar is mijn ingang waar ik normaal gesproken altijd heen ga? Oh boy, dat is een turtle waar ik het over had. Die dingen die kunnen echt zoveel damage doen, maar die laten wel de beste dingen vallen voor het armor. Voor het ultimate armor wat we nodig hebben voor een melee class. Wat de eerste armor, perfect armor is waarvoor dat we gaan. Dus we hebben 3 turtle shells sowieso nodig. Jij doet zoveel damage. Weg. Dus die hebben we sowieso nodig. En hier zitten we dus zeg maar in de jungle. Dus dan gaan we een beetje de jungle diep in. Oh, ga weg. Oh, jongens. Oh, zoveel doodles. Weg. Not the bees. Moest komen. Ik weet het. Klassieke grap. Oké, nou. Aangezien dat we nou dus zeg maar heel erg snel kunnen gaan minen... Kan ik denk ik wel zonder fast forward gaan beginnen. Omdat het dan best wel interessant gaat worden. Aangezien dat het een gevaarlijk ding is. Dus. Zonder enig op onthoud. Een beetje dieper graven kan geen kwaad. En ja, weet je wat. We gaan gewoon nog gelijk beginnen met Spelanka. Dus laten we gewoon recht naar beneden te graven. Je ziet hoe snel dit dan gaat. Het gaat al een stuk sneller. Dus en ja, de reden. Oh, ik zie een lightfoot, jongens. Ik zie een lightfoot. Heilig. Ik wil het hebben. Oh, nice. De eerste lightfoot is binnen. Oké, lightfoot. Wat het doet is het zorgt voor een extra buff. Dat dus zeg maar zorgt dat je hartjes non-stop, dus voor altijd, weer een extra 5 erbij krijgt. De hartjes zullen... Ik zal het gelijk even laten zien. Zoals je nu ziet, 1 hartje is geheeld. Dat hartje telt in plaats van 20 health. Telt het nu? Nee. 103 damage. Hoe durf je? Dood. Oh boy. Telt het dus nu zeg maar van 25 health, waardoor dat we dus zeg maar nog extra health kunnen krijgen. Geen turtle shell natuurlijk niet. Oh boy. Oké, nou, de planke is ingetreden. Dus nu hoop ik dat we een beetje titanium en glorified kunnen vinden. Maar dus het meest belangrijke is dus zeg maar de glorified. En Ja, de Glorified, dat zijn deze dingen. En dus Light Fruits, die wil ik zeker een paar hebben. En oh mijn god, oh, de damage die we hier krijgen. Oké, nou. Die kleine blokjes, Glorified is een groeiende oor. Dus de chunks zeg maar, die maar met eentje zitten, die laten mooi zeg maar liggen. Die mogen nog mooi groeien, dus die zien dat we gaan nog beter. En er is ook nog een dungeon die we hier ondergrond moeten vinden. Dus ja, en oeh, die hebben we ook nog niet gedaan. Ah ja, het nadeel is, ik heb geen token voor de mini shark. Op zich denk ik dat we hem, ja, het is een normal bos die daar eigenlijk zit. Dus ik denk dat we hem ook kunnen ponen, waarom ook niet. Het is een baas die we nog niet gedaan hebben, het is namelijk de 3D.
Dus... ja, nou weet je wat, we gaan hem gewoon doen. Oké, okay, even een beetje licht in de duisternis. Oh, ik zie een kistje. Niet dat het nog boeiend is, maar... geen Queen Bee spawner! Ik bedoel, ik weet dat ik dit opneem op vrijdag de 13e, maar lekker belangrijk. Oké, okay, blijkbaar heeft deze geen Queen spawner. Zit hier onder... misschien de vorige... oh, daar zat hij. Oké. Queen Bee is awoken! Oké, okay, een paar Nimbus rolt. Dit wordt een eitje. Hallo! Hallo! Dit is Queen Bee! Queen Bee die komt dus op je aan dashen. Die schiet met wat bijtjes op je. Oh, dit wordt zo easy met de banana rank. Oh, dit wordt zo easy. Je wordt geboond. En... oké, okay, ik dacht... oké, okay, dat was Queen Bee. Een beekeeper. Dat is een zwaard die ik nooit zou gebruiken. Die kun je dus zeg maar gebruiken. Confused vijanden. En zorg er ook nog eens een keer voor tot ze dus zeg maar tot de bijen uitkomen op het moment dat je ermee aanvalt. En voor de rest heb je er eigenlijk wel echt weinig aan met dit punt van het spel. Oké, okay, wat hebben we hier? Archery potion nog, waarom ook niet? Moon arrows niet nodig. Angel statue hebben we al, bommen. En ik heb het allemaal niet nodig. Hallo, wil ik eventjes een beetje snelheid houden, dankjewel. Oh, oké, okay, nou, we hebben dus zeg maar nog niet echt veel gevonden. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar we zitten ook nog niet echt diep, dus... oeh, ik zie daar goud. Ik zie dat goud. Ik zie dat goud en goud. Het is niet fout. Goud is geweldig. Oké, okay, ga weg. Oké, okay, oh, het was zilver. Maakt niet uit. Ik ben een beetje kleurendoof. En ik weet het, vijver wortels. Ja, we weten het wel. Oké. Okay. Oeh, nee, jij komt helaas geen nieuws. Dat vind ik jammer. Nu zie je op zich eigenlijk best wel een leuk wapen om te laten zien. Dat je dus zeg maar al best wel snel kan krijgen als je geluk hebt. Nou ja, het is vrijdag de 13e, dus ik denk niet echt dat geluk aan onze kant zou zitten. Dus nou ja, alle gore fight die we nou meevinden, daar ben ik eigenlijk best wel een blij konijntje over. Dus de plank is al bijna uitgewerkt, dus dat hebben we nog niet eens gevonden. Long Johnson. Oké, okay, nou hier hebben we gore fight. Oké, nou weet je wat, we gaan gewoon even wat dieper. Lifefruit! Ik zie nog een lifefruit en heel veel kloppen uit links en rechts van ons. Oh nice, eerst die lifefruit. Lifefruit, priority nummer 1, hè. Oké, dus dan minen we nou heel eventjes snel naartoe. Mooi, hebbes. Oké, eventjes gelijk die glorify pakken. Zo. Hoe meer dat we hebben, des te beter. Het is de eerste keer dat we in de jungle zitten. En ik ben eigenlijk best wel een beetje nerveus. Nou ja, aan de andere kant. Ik wou ook nog eigenlijk een beetje gaan voor het farmen voor titanium. En daar wou ik dus ook nog eens belang voor gebruiken. Zoals ik al zei, dit wordt dus een... oef. Een mine episode. Dus ja, dan gaan we dus voor 3 spelanka. Maar dan moet er dus eentje zeg maar op lava niveau zitten. Dus alles wat we dan vinden zeg maar qua platinum is altijd meegenomen. En lifefruits natuurlijk. Nou, het is handig om in die jungle te zitten. Oké. We gaan gewoon verder naar beneden. Life crystals, niet meer belangrijk. Hoe meer dat we eigenlijk hier nou zo komen. Kijk, ik zie een lifefruit. Daar ben ik blij om. Oké. Okay. De reden waarom ik nog niet de lifefruits op dit moment gebruik is... elke seconde is even kostbaar voor ons. Elke kleine seconde is nu heel erg kostbaar. Dus en als ik dus zeg maar nou een paar lifefruits mis... ja, sorry. Ik probeer zoveel mogelijk mijn ogen open te houden. Voor dat soort dingen. Daar ga ik nog niet eens de tijd aan doen. Daaronder zie ik de 4. En... Mimic! Hoi, Mimic. Geef eens goed keer. Oh boy. Zoveel doodles. Ga weg. Ik zie Mimic eronder, jongens. Oh boy, hi. Hij is dood. Oké. Mimic! Stel hem. Wat is dat? Een hard cross necklace. Oké, interessant. Decent. Wat hebben we hier? Is er een spelank in? Ja! Zeker, spelank is altijd goed. Twee golden coins. Meenemen. Die kunnen we voor veel geld verkopen. Meenemen. Ja, ik heb ondertussen goede health potions, dus die hebben we niet nodig. Oké, nou even zien. Glorified even meenemen. Decent is goed. Ik vraag me eigenlijk af waar dat hier de ondergrondse dungeon nou zit, aangezien dat je hem niet gevonden hebt. Daar baal ik eigenlijk best wel hard van. Dus, oké, nou, we gaan hier heel even verder naar beneden. En normaal gesproken zou ik hier niet de tijd aan doen, maar ja, ik heb nog geen keuze om te lopen de toren heen. En hallo! Double damage game. Ik weet dat de pickaxe niet de sterkste is, maar ja, we zijn er toch bezig met minen. En de ging ergens gaat. Oh, jij bent... jij leeft nog. Oh, hij leeft nog, dan wil ik niet groot. Oké, nou, Glorified, dat water weghalen en dan kunnen we makkelijk... ah, ik zie daar heel veel Glorified. Oh, turtle shell.
Geef me een turtle shell. Geef me een turtle shell. Kom hier. Kom hier. Au. Oh boy, dat moet weg. Help. Ik ben turtle shell gedropt. Okay. Nee. Kom op, turtle shell, jongens. Ga weg. Oh, zoveel dudes. Ik ben eigenlijk ook best wel roekeloos bezig om dus zoveel mogelijk naar wil minen in zo kort mogelijk tijd. Probeer te veel dingen te combineren, jongens. Dat is niet slim. Oké, alles wordt fijn. Oké, ik zie er bovenop nog een jumpje liggen. Ga ik ervoor? Nee, we gaan het onder zetten. Gotta dig a little deeper. Oh boy, oh boy. 91 geld nog. Weinig geld, weinig tijd. Oké, go. Go. Ik ga het weer omhoog. Ik wil niet in het water blijven. 20 seconden nog zodat ik weer een rampootje kan gebruiken. Life is weer al eentje aan het increase. We kunnen nou one-shot worden door zo'n stinkende rot-turtle. Die als een stukje droppen. Ik ben een beetje nerveus, jongens. Een beetje nerveus. Oké. Nou, daarheen ga. Echt zoveel water in de jungle. Okay. Oh boy. Dangerous. Help. Oké. Oh. Ik zie een doodle. Oh boy. En ga dood. Ga dood. Ik zie nog een life moet liggen. Ga dood. Dank je. Nee, ik ga niet. Ik niet. Jij wel. Oké, life food. Hebben ze. Oké, een heel veel glorified hier. We doen even automine. Ik ben gepoisoned een keer, hè. Dat is wel altijd simpel. Oké. Weer water! Serieus, spel! Zoveel water. Daar word je niet vrolijk van. Zijn. En zoveel muskblokken. Nee, weer water, hè? Zien jullie, hè? Oh. Oké, nou. Ik zie glorified. Ik zie een life. Oké, lifegoed. Lifegoed gaat voor alles. Lifegoed gaat voor alles. We hebben nog 46 seconden en dan moet ik echt naar lava niveau. Dus dan moet ik echt alleen maar naar beneden graven. Maak je sorry, dat doe ik offscreen. Dus, help. Jenno's doodgaat en een fusie erop. Ben je er op in? Nee, kobaltoor. Ik wil geen kobaltoor. Ik wil deze glorified en aan de andere kant had ik ook nog wel glorified. Dus fast drop. Het heeft namelijk te maken met tot zeg maar de brightness potion dan ook is uitgewerkt. En ik wil jullie toch zo veel mogelijk zeg maar van de spanning laten zien. Dus streng naar beneden graven is nou niet echt bepaald spannend. Dus die wil ik hebben. Oké. Okay. Nou, het plank is uitgewerkt, dus ik knip heel even naar voren en ik zie jullie in een seconde. Oké, blijkbaar zijn we al diep genoeg voor titanium. Prima, dat is dus net niet. Oh. Ja, ik heb het beloofd, jongens. Ik zal geen planken gebruiken offscreen. Dus lijkt goed daar. Dus vandaar dat ik eventjes op vrienden ben. Nee. Nee! Oh, ik gedood. Nee! Help! Dat was net de tijd! Ik moet ergens een regenerator eten! Paniek! Oh boy, dit is niet goed! Dit is niet goed! Oh boy! Oh, ik ben bang, jongens. Ik ben heel bang. Ik ga niet dood. Ik blijf leven. Oh, ik had net nog maar anderhalf. Ah, ja! Oké, die moest een keer. Ga allemaal dood. Nee. Niet schieten. Niet schieten. Oh, de paniek. Oh, de stress. Nee! Oké, ik ben weer terug. Ik heb niks extra's opgepakt op fiets. Ik ben gelijk weer teruggegaan. Omdat ik jullie dus zeg maar echt zoveel mogelijk wil laten zien. Oké, nou we hebben dus zeg maar titanium oor hier eindelijk gevonden. Ik heb gelijk ook weer die planken aangezet. Nee, daar trap ik niet nog een keer in. Oh mijn god zeg. Op. Nee, wegwezen jullie allemaal. Weg. Hallo. Je laat mij maar rust. Dan laat ik jou ook maar rust. Zo zijn wij vriendelijk voor elkaar. Nou, op zijn minst heb je dus zeg maar iets van 30 titanium oors nodig. Ga weg. Je ziet toch dat ik hier bezig ben? Oké, ik heb het. Oh, deze
is bijna geen knockback en het is een ingrediënt voor een sterk wapen, maar op zich, ik vind hem zwaar vervelend. Oh boy. Draait om. Oh, ik zie daar die gasten, hè? Die staan al gelijk van. Yeah, ik zie dat hier. Ik zie. Oh, ik haat het wel. Oké, nou, terug eventjes weer. In Glorified willen we zoveel mogelijk meenemen. Dan kunnen we ook weer een heel sterk armor voor maken. Volgens mij heb je alle armors hebben Glorified nodig. Dus we hebben echt een heel goede armor. Maar goed, deze... Deze mind session dus, zeg maar. Dit is de laatste planka. Die we gaan gebruiken, hè? Echt moe van jullie. Stomme bijen. Nee, maar dat is dus zeg maar de glorified. Ik heb expres ook nog zeg maar niet de life route gebruikt. Dan wou ik even op scherp doen. Dus even gelijk. Hoppakee. Oké, 430. Misschien blijven we nou wel in leven. Daar is de lava. Daar zijn heel veel stinkvissen. Oh boy. Stinkvissen gesproken zijn allemaal dood. Jij ook. Oké. We hebben het voordeel dat we de... get the banana ranked. Maar die bananen zijn één van de vijfde dingen die ik niet kan gebruiken. Oh, ik haat het, ik ben niet. Oh, boy. Ga je dood? Oh, jij gaat al dood uit je eigen. Mooi, hoef niet om te kijken. Oké, nou. Nee! Nee! Ik probeer hier te mijnen. Ik mijn hier wel even doorheen. Dezelfde player, je bent net al gestorven, dus het wel eentje ook gekregen. Net alsof dat niet gebeurd is. Welke tent was er nou al? Nee, of zo? Ah, ik zie nog wat meer titanium. De roer voor. Oh nee, 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 not like this. Nee! Nee! Ik had nog zoveel health! Nee, dit kan niet! Ik zie daar een life fruit stinkpotter! Oké, jongens, ik ben hier terug aan het proberen te komen naar mijn, naar de plek waar ik dood ben gegaan. En ik zie daar toevallig een life heart liggen. Ik neem hem mee. Ik weet het, let's play vriendelijk en alles. Daarom laat ik dit kleine stukje ook zien. Ik neem hem mee. Oké, terug bij de deathpot. Oké, daar ben ik weer. Oh, daar zit die life goed. Oh, en zoveel doodles. Oké, ik gebruik nog geen shine potion, jongens. Ja. En ze hebben een wolfhormen. Oh, wat leuk. Oké, ik neem de titanium hier mee. Oh, ik heb die greep meegenomen. Dat is niet de bedoeling. Ah. Dan is die tekst op weg. Oh, nee, 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 nee. Nee. Nee, geen drie. Nee. Wacht even, is dat een shrine zonder kistje? Oh, kun je van mijn... Ja, voor mijn truffels misschien heel even. Dit is een schrijf van een kistje! Dat is niet eerlijk! En ik ben bijna weer dood aan het gaan. Ga weg jij! Ik zie, ik hoor jullie wel. Ik zie, ik hoor, het maakt mij niet uit. Oh. Ik heet het, jongens. En ik weet dat er zit hier weer een bijenkorf, maar ik Oké, dit is echt vrijdag de 13e ongeluk. Een shrine zonder kistje. Dit is een schrijn zonder kistje. Ah, screw it. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik kan er niet heen. Oké, nou, wat we willen doen. wat we willen doen is. Ben jij ook alweer? Maloot. Naar de guy. Dynasty wood can be placed. Red Dynasty. Ja, weg, man! Oké, we willen dus de Hellforge pakken en dan willen we bij onze Mithril Anvil gaan staan. En omdat we zoveel titanium hebben met, ik geloof dat het Orgicalicum is, bij de andere variant krijgt het eigenlijk precies hetzelfde. Moet je dus de Titanium Forge maken en hier kunnen we dus zeg maar ook weer wapens maken. En de nieuwe bars zoals Glorified en Titanium. Nou, Glorified was de bars waarvoor dat we gingen, dus laten we daar maar gelijk heel eventjes een paar bars van maken. We hebben de 40. En als we nou turtle shells hadden, konden we turtle armor maken. Maar dat hebben we helaas niet. Ik heb wel weer een zoord te pakken gekregen. En ik heb eventjes deze mouw geëquipt. Dat zorgt ervoor dat we minder damage nemen op het moment. Of ja, we nemen wel evenveel damage. Maar het zorgt ervoor dat we minder snel achter elkaar geraakt kunnen worden.
Nou, we hebben nog een beetje titanium over. Titanium hebben we niet echt nodig. Je kunt er armen van maken, maar we hebben al de frostarmen. Dus op zich hebben we dat niet echt nodig. Dus ik doe heel eventjes mijn inventory kleren. Door te beginnen met deze twee. Schatjes, lieverds, hondenponnetjes. Ik hou van extra hartjes. Voel de liefde. Ik had trouwens dat iedereen ook een leuke Valentijndag heeft gehad. Laat weten in de reacties. Maar goed, ik zie jullie in de seconde. Ik ga even mijn inventory kleren. Oké, nou, die inventory die is gekleerd hoor. Juppie frappando. Goed, nou, ik wil het daar eigenlijk een beetje bij laten bij deze aflevering. Morgen, ja, ik heb helaas geen keus. Morgen moet ik weer naar de jungle. Want we moeten dus, zeg maar, de volgende baas moet in de jungle verslagen worden. De volgende upgrades die vinden we dus, zeg maar, in de jungle. Dus, ja, dan gaan we dus, zeg maar, een beetje turtle farmen. En, op zoek waar de dungeon, zeg maar, zou zitten. En misschien al, zeg maar, een Plantera arena maken, wie weet. Plantera is de volgende baas die we moeten verslaan. Dus ja, ik hoop jullie natuurlijk daar allemaal te zien. Maar natuurlijk als altijd, eerst nog heel eventjes naar de comment van de dag. En de comment van de dag, die komt van aflevering 23 uit het hoofd. En die komt van Stessop B. Gisteren hadden we Claudia C. En nu hebben we Stessop B. Je wil niet weten hoeveel nare ervaring ik wel nog niet met de B's heb. Maar dat heeft niks met jou te maken, Stessop. Die had geschreven, jij bent baas. Door jou wil ik ook Terraria spelen. Nou, ik zou zeggen, veel plezier. Dus bedankt voor je leuke reactie en leuk dat je door het zien van deze Let's Play Terraria ook een heel interessant spel vindt. Breng me eigenlijk op de discussie van Minecraft Terraria. Iedereen die kwam nog gelijk van, ik vind Terraria. Ja, Minecraft nogmaals is een heel ander spel dan Terraria. Terraria is een heel ander spel. Je gaat ook niet Mario met Call of Duty. Dat heeft niks met deze comment te maken. Steeds op, heel erg bedankt voor deze geweldige reactie. Je staat op de wall of awesome comments. En ja, met dat heb je een leukste momentje. Wil je nog iets in de toekomstvideo zien van Terraria? Heb je ergens vragen over? Kun je dat altijd achterlaten in de reactie. Als je daar de tijd voor hebt. En je kunt ook een like achterlaten als je daar de tijd voor hebt. Dus ik dank jullie voor het kijken. Fiverr was er ook weer gezellig bij. En ik dank jullie sowieso. Waar is Fiverr? Oh, die staat eronder. Fiverr, je hoort er ook bij. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen allemaal weer te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Dank jullie wel en tot dan.